Florian Vingerhoets, politie. We staan hier op de Waalbaandijk bij Ochten. Wat is hier zojuist gebeurd? Rond 9:30 is hier een motorrijder tegen een fietster aangebotst. Dat is een vrouw van 50 uit Ochten en die is daarbij helaas om het leven gekomen. Haar 15-jarige zoon die naast haar fietste, die is ongedeerd gebleven. En de motorrijder die is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Is er al enig iets bekend over hoe dit kon gebeuren? Nee, wij zijn nog volop aan het onderzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren. Die vrouw die is overleden, die was dus op de fiets? De vrouw reed op de fiets met haar zoon hier over de Waalbaandijk richting Dodewaard. En op enig moment is de motorrijder vanuit dezelfde richting als de fietsers aankomen rijden. En die heeft de vrouw van achter aangereden. Heeft u enig idee hoe lang het onderzoek nog duurt? Dat kan nog wel langere tijd in beslag nemen.